Welkom terug in de studio. We kennen nu het relanceplan van de Vlaamse regering en dit zijn de begrotingscijfers die daarnet zijn voorgesteld. Dit is 4,3 miljard euro voor die zogenaamde Vlaamse veerkracht om ons uit het puin van die coronacrisis te halen. Economisch en maatschappelijk, 7 actiepunten. Het gros daarvan zijn de bevoegdheden van mijn volgende gast. Het gaat over economie, innovatie, digitalisering en werk. Dat is de winkel van Vlaams vice-minister-president Hilde Krevits. Welkom in de studio. Hallo. Mevrouw Krevits, een plan van 4,3 miljard euro, dat omvat zeer veel. Het gaat ook over de zorg bijvoorbeeld, maar ik wil even met u focussen op wat daar opvalt. Dat is die digitalisering. Uit de crisis is gebleken dat een heel pak mensen, meer dan we zouden denken, eigenlijk nog helemaal niet mee is. Ja, als je echt gaat kijken in de diepte, dan zie je dat 1 op 10 mensen geen of nauwelijks ervaring heeft met internet of geen aansluiting heeft. Dus dat is een absolute schande. Corona heeft veel mensen verhinderd om te gaan werken, maar heeft er ook voor gezorgd dat sommige mensen niet konden solliciteren. Dus als je dan thuis zit, je hebt geen contact met de buitenwereld, je kan niet naar een VDAB stappen en je hebt geen internetverbinding, ja, dan ben je vogel voor de kat. Dus we willen met de Vlaamse regering echt een digitale sprong maken. Betekent dus investeren in digitale geletterdheid van mensen door een opleidingsoffensief aan te vatten en door ook ervoor te zorgen dat mensen die niet, dat er geen groter digitaal analfabetisme ontstaat. Mensen hebben het recht om digitaal ontsloten te zijn en om ook opgeleid te zijn zodat ze met de computer kunnen werken. Dat is dan, hè. E-inclusie heet dat dan. De minister-president sprak ook over de oprichting van een nieuwe instelling die ons zelfs buiten onze grenzen op de kaart moet zetten. Een nieuwe Vlaamse data- en nutsmaatschappij. Wat denken aan het telenet van vroeger? Wel, het belangrijkste is eigenlijk dat er overal in databanken informatie over ons opgeslagen is, maar dat ook in onze administratie niet alle diensten met elkaar gekoppeld zijn. Als je natuurlijk een data warehouse hebt waar alle data opgeslagen zijn, die goed versleuteld zijn en waar mensen hun data kunnen oppikken, die bijgewerkt kunnen worden, dan kan dat een ongelooflijke administratieve vereenvoudiging betekenen. Als natuurlijk de privacy ook gerespecteerd wordt. Maar dat veronderstelt dat we echt allemaal gaan samenwerken met elkaar, met eenzelfde systeem ook gaan werken. En daar willen we nu de komende jaren in Vlaanderen werk van maken, om zo'n datacenter te hebben. Waar je het ook over had, is een operatie, een oorlog tegen de regelneverij, met enerzijds het scherper gaan besturen, subsidies nauwlettender in het oog houden. Dat is niet in strijd met het oprichten van een nieuwe instelling of big government? Wel, dat databedrijf moet er eigenlijk voor zorgen dat we een pak administratie vereenvoudigen, omdat alle informatie centraal opgeslagen is, dat je die ook kunt raadplegen. Ik geef een voorbeeld. Te weinig mensen in Vlaanderen volgen een opleiding. Sommigen weten ook niet dat ze speciaal opleidingsverloffen hebben. Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen, zoals je MyPension hebt, waar je kunt zien hoeveel je pensioen later zal bedragen, dat je ook zo'n opleidingsloket hebt waar je met één druk op de knop kan zien hoeveel opleidingsdagen je hebt en wat opleidingen zijn die passen binnen je beroep. Wel, dat moeten we oprichten. Kan perfect in zo'n datacenter aanwezig zijn, naast heel veel andere informatie, waardoor je, als je gegevens aan de overheid moet bezorgen, dat geen 2, 3 of 5 keer moet doen, maar waardoor 1 keer volstaat. Over investeringen, we vergeten het wel eens, maar internet, zoals hier, wifi, heeft wel degelijk draden, kabels nodig. We hebben in Vlaanderen een vrij verouderd kabelnetwerk dat onvoldoende dataverkeer kan slikken. Daar wordt ook in geïnvesteerd? Ja, het is absoluut de bedoeling om daarin te investeren, evenals 5G. Ja. We willen na 4G dat 5G ook in Vlaanderen er komt. Het is noodzakelijk voor de economie, maar ook noodzakelijk voor het betere dataverkeer. En dat veronderstelt natuurlijk ook een akkoord met de andere regio's, met de federale overheid. Maar daar heeft de minister-president ook de hand gereikt om tot die overeenstemming heel snel te komen. Hij zei daarover ook, als het met federale samenwerking niet lukt, dan doe het zelf wel. Ja. Klinkt stoer, maar kan dat? Wel, er zijn natuurlijk al zones in Vlaanderen waar 5G, bestaat. En er is echt geen keuze. We moeten erin investeren, op een veilige wijze uiteraard. Maar ik hoop dat dit ook de andere regio's toch wel zullen wensen. 4,3 miljard euro, dat is bijna, ja, dat is 10% van jullie jaarlijks budget van die Vlaamse regering, als ik me niet vergis. Dat is een pak geld voor een regering die nu al van de prognoses nu al, een legislatuur althans, fors in het rood gaat. U volgt het advies aan van de economen Keynes, die zegt in deze tijden van crisis investeren?
Ik ben een absolute fan van deficit spending nu. Ja. Dus de rente staat laag, we kunnen het ons permitteren om fors te investeren, maar we doen dat niet zomaar. Dat is geen operatie wel de weldoener, dat is een operatie investeren in die zaken die groeibevorderend kunnen zijn. Ik geef een voorbeeld. Als je investeert in opleiding van mensen, dan investeer je in hun weerbaarheid om, als er een moment komt waarop ze een job verliezen, snel naar een andere job te kunnen gaan. Als je investeert in waterstof, als we in Vlaanderen de waterstofregio willen worden van Europa, dan doen we dat om voorsprong te krijgen op anderen naar de ontwikkeling van waterstoftechnologie en ook in de strijd tegen, in de strijd voor een beter klimaat, tegen de CO2-uitstoot. U draagt in dit relanceplan met uw bevoegdheden een pak verantwoordelijkheden, maar er is het federale niveau waar u werd genoemd als mogelijk premier. De vraag is u de laatste dagen vaak gesteld, maar het is vandaag een belangrijke dag daar. Ze moeten langs de koning deze avond. Nu krijgt u straks misschien toch nog een telefoontje uit die Wetstraat 16 om uw bureau naar ginds te verplaatsen. Mijn voorzitter is volop aan het onderhandelen. Ik denk dat iedereen nu heel hard gefocust is op de inhoud en hij zal de juiste keuzes maken. Op het einde van de toespraak van meneer Jan Bon, met daar ook kunstschilder of de oude meester Van Eyck die er kwam bij kijken, maar keek je toch even naar het federale en hij pikte in op de bezorgdheid die er was. Zal dat federale Vivaldi-niveau dan voldoende rekening houden met het Vlaamse beleid en dat daarop gewezen moet worden in die federale regering door uw partij dan misschien die in de coalitie zit? Wel, we hebben de voorbije dagen toch wel wat tijd gehad, ook als Vlaamse regeringspartners, tijdens het opmaken van de begroting om elkaar in de ogen te kijken. En daaruit is echt wel de vaste wil gegroeid om het Vlaams regeerakkoord en het Vlaams project dat we samen aan het schrijven zijn, om dat goed uit te voeren. En dat vraagt een volwassen relatie naar het federale toe. Ik heb dat niet onder stoelen of banken gestoken, veel liever een regering gezien, ook waar er een meerderheid was langs de Vlaamse kant. Men onderhandelt nu met een andere constellatie. Maar het moet mogelijk zijn om de belangen van de mensen in Vlaanderen te dienen in die andere constellatie. En daar zullen we ook mee over waken. En ik hoop echt dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen samenwerken als de regering gevormd wordt. Laatste vraagje daarover. Uw regering lanceert nu bij die septemberverklaring een relanceplan met de cijfers erbij. Federaal hebben we nog geen regering, daar hebben we nog geen regering, daar is nog geen relanceplan. Het mag wel wat vooruit gaan daar. Hè? Wel, heel veel mensen hebben mij de voorbije periode ook aangesproken op het feit dat er toch wel na de verkiezingen van vorig jaar een federale regering moet komen, een nieuwe federale regering. Men is nu aan het onderhandelen. Het zijn wellicht de laatste dagen of de laatste momenten van onderhandeling. Ik hoop dat er vooral een sterk project gemaakt kan worden dat, waarin toekomst geschreven wordt voor ons mensen. Ja, zeer bedankt voor deze toelichting, minister van Economie en Werk, Hilde Krewits. Dank u wel.